Beste mensen, welkom allemaal. Ik mis alleen nog één exposant, die moet uit Brussel komen. Dus ik weet niet of die het nog redt of dat die later komt, maar we starten nu alvast met de opening. Fijn dat jullie er allemaal zijn, zeker ook voor de exposant is dat fijn. Hartelijk welkom. Dit is onze eerste expositie van na coronatijd. Hiervoor hadden we 4 weken lang een eerste inrichting met een outlet-expositie, die heel anders van vormgeving is. Groot succes, pomvol, mooi orkest erbij, veel verkocht, geweldige sfeer. Dat belooft in elk geval, het geeft ons weer als kunststation, als vrijwilligers, energie om het hele jaar lekker weer vol erdoor tegenaan te gaan. Buiten die outlet heb ik dus nu een gewone expositie. Zo zien ze er altijd uit. Elke 4 weken wordt het helemaal leeggeruimd en dan hebben we weer 3 of 4 nieuwe exposanten. 4 weekenden lang. Waar krijgen wij onze exposanten vandaan is misschien wel een vraag. Nou, in dit geval hadden wij nog wat in het verleden staan die voor corona hier toe gezegd hadden. Cor hadden we daar, Cor Fabiani. En oh, misschien moest je even laten zien wie Cor is daar. Dat is Cor Fabiani met die van Swijn. Linda van de Toren, die is nieuw, daar kan ik daar iets van zeggen. En dan hebben we nog Lucien. Die hadden we ook al voor corona gevraagd om hier te komen exposeren. Verder hebben we een selectiecommissie van 3 personen. En die kiezen voornamelijk kunstenaars uit het jaarboek van het NABK. Krijgen wij het hele jaar door, al 6 jaar lang hier in deze ruimte, alles van geregeld. We hebben schitterende exposities gehad en nu zijn jullie dus de eerste. Goed, laten we beginnen met Lucien. Ja. Het grootste talent van de omgeving. Want dit keer hebben we er uit wat verdere windstreken, net al eentje uit Brussel, Tessie. De tulpen daar komen uit Zoetermeer. En Cor komt uit Schoonhoven en Lucien komt uit Mille. Eigenlijk is hij van begin af aan, als kleine jongen zover ik begrepen heb, aan het tekenen. Is ver in het onderwijs verzeild geraakt en tijdens het onderwijs heeft hij een tekenakte gehaald die hij alleen voor zichzelf gebruikt heeft. En op latere leeftijd, iets later, is hij gaan schilderen. Mooi om te horen dat hij vooral geïnspireerd is door de opleiding een paar 100 meter hier vandaan. CKVU was het toen dat tijd nog in Uden. En daardoor is hij zeer geïnteresseerd geraakt in het schilderen van dit soort prachtig werk. Even lang verborgen gehouden met tekenen, maar nou komt het schilderen, dan komt er toch een enorm talent bovendrijven. Het is nog altijd getekend en nu laat hij zien dat hij wat hij hier in huis heeft. En dat belooft eigenlijk nog wel een grote toekomst, Lucien. En als je eenmaal in het kunststation gewend bent, ja, dan is het gemaakt voor jou. Dan gaan we beginnen. En dan zal jij ook een grote toekomst tegemoet zien. En misschien dat je dan nog een keer terugkomt hier. Er zijn er verschillende die graag terug zouden willen komen. Maar we willen iedereen een kans geven. Lucien, prachtig werk. Dat zal iedereen wel voor zichzelf kunnen beoordelen. Ben trots op jezelf en wij zijn heel blij om jou hier te mogen verwelkomen. Fijn te horen, dank u wel. Gaan we naar nummer 2. Ja, weet je, wist ik niet wat ik met Cor moest vangen. Ik kende Cor eigenlijk niet. Korte tijd beter leren kennen. Apart werk, heel bijzonder werk. Het is ook meer een filosofisch werk, want Cor wil zich graag filosoofkunstenaar noemen. En waarschijnlijk is hij het ook. Dat is voor het kop van het werk van Cor, is het esthetische van minder belang, als ik begrepen heb, maar gaat het om de ziel van de mens te raken met zijn werk.
Maar dat kan ieder op zijn eigen manier doen. Hij heeft gestudeerd aan de Koninklijke Academie in Den Haag. En sinds die tijd is hij alleen maar hiermee bezig. Geeft ook wat tekenlessen. Dat geeft hij vaak privé. Maar zijn werken zijn zo divers, van beelden tot die escape, dozen of andere naam. En dan die schilderijen. En dan tot mijn verbazing kwam ik erachter dat jij ook al bijna een eigen kledinglijn hebt. Ja. Het is niet te geloven. In Italië, nota bene. Daar staat het internet van vol. En dan denk ik, zomerkleding, badkleding, allemaal met designs. Designs, patronen van Koch. Nou, hoe uitgebreid kun je het hebben? En dan verbaast me nog één ding. Hij reist met zijn werk de hele wereld over. Van Amerika, verschillende grote steden. Italië, allerlei landen van West-Europa. Wint prijzen. Staat in boeken, in tijdschriften. Heb je nog tijd om te werken, Koch? Of heb je overal kantoren zitten die voor jou het werk gaan... Nee, dat niet, maar ja, internet is... Via internet. Ik denk dat die je privé hebt of zo, die vliegt de hele wereld over. Dat zou de eerste kunstenaar zijn die van de kunst kan leven. Maar wat? Petje af, Koch. Wat heb jij in staat van dienst? Hè? En dan verbaasde mij dat ik dan op internet las, de komende exposities zijn in Milaan, in Venetië, in Rome en in Utrecht. Nou, dat zegt Lucien, dat zegt alles over deze kunst, hè, John, hè? Rome niet over. Koch, petje af. Laat jezelf bewonderen door het werk wat hij maakt. We zijn trots dat wij jou hier mogen hebben. Dan gaan we naar weer een heel enthousiaste meid. Linda van Toren, van Doch Toren. Ik kwam Linda tegen op de artfair in Eindhoven, een maand geleden. En tussen al die schilderijen en beelden, bam, zag je in één keer dit werk, het spatte eruit. En in een gesprek bleek ik enorm enthousiast te zijn en kreeg ik wat meer inzicht in het inhoud van jouw werk. Je hebt je leven lang als kleinkind al van fotografie gedroomd en gehoopt en aan het gewerkt met fotografie, alles gedaan. Vooral veel rapportages heb ik en van bruiloften, van gebeurtenissen enzovoorts. En die heb je later gecombineerd met een andere passie, muziek. En je bent foto's gaan maken, afbeeldingen maken, rapportages gaan maken voor een concert. Hoe mooi kun je het hebben? Twee hobby's, twee talenten in één. En dat heeft je heel ver gebracht. En met een collega van jou. Dat is mijn man. Ja, maar mijn collega voor dit gebeuren. Mijn man, dat is jou. Moet ik ook beoordelen. Ik ook voor jou, schat. Dat hoor je, hè? Maar dit is zeer bijzonder werk. Maar hoe kom je nou in één keer van al die reportages van je hele leven lang op tunnel uit? Vertel eens. Het was eigenlijk met het werk wat ik aan het doen was een creatieve uitlaatklep, maar waar ik iets heel anders aan het doen was dan eigenlijk wat ik dacht dat ik deed. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk met de tulpen iets aan doen was wat ik ook in de studio met modellen wil doen. Eigenlijk met één lamp belichten en daar zoveel mogelijk uit laten spreken. En ik ben toen eigenlijk op zoek gegaan naar tulpen die net iets anders zijn dan de rest. Die nog net in knop staan, net open gaan of net hun kleur krijgen. Dus wij zijn eigenlijk het meest interessant. Of zeg maar degene die afwijken van de rest van de groep. Zoals zeg maar die kleine vierkante groepen zeg maar, die daar hangt. Ik heb bijna een heel lief gekozen, dat is een propje. En die stond daar in zo'n heel bloemenveld. Ik ben die ene aan het fotograferen. Mensen vragen aan mij, ja, waarom dan niet die andere daarnaast die zo helemaal open staat? En er staat zo'n mooie grote open tulp naast. Tja, die is mooi, maar die is interessant. Dus ik ben op zoek gegaan naar de dingen die anders zijn. En zeg maar afwijken van wat men standaard gewend is. Iedereen kent het beeld van
een tul. En dat staat in een vaas en dat gaat dan groeien en dan valt het om en de plup is dood. Zeg maar een beetje dat, dat effect roep ik altijd. En hoeveel werk heb jij om daarvan één belichting, een tulp in één belichting, dit resultaat? Wat doe je thuis? Dus zonder puur het maken van de foto kan binnen een 10 minuten gebeurd zijn. Meestal is het niet. Soms ben ik gewoon een uur bezig totdat ik het beeld heb staan wat ik in mijn hoofd had. Want het is elke keer maar één foto. En het is ook één foto. En daar ga ik ook voor. Dus die belichting daar krijgen om het beeld te creëren wat ik in gedachten heb op het moment dat ik de bloem of de tulp dus zie. Ja, dat kan soms inderdaad vaak variëren tussen een half uur en een uur voordat ik überhaupt dat beeld heb staan voor die ene tulp. En de bewerking dan daarna? De bewerking daarna, er is wel iets bewerking, dat is met name het schoonmaken, want de tulpen komen uit de zandgrond, dus daar zitten heel leuke zandkorreltjes op. Die weerkaatsen dan het licht en die haal ik weg in de nabewerking, zodat je gewoon een schoon beeld zeg maar, overhoudt zoals de tulp in zijn schoonheid ook is. En hetgeen wat je ziet, het zwart, is door de instelling van de camera. Dat is niet wat ik in de nabewerking daarachter heb geverfd, om het zo te zeggen. Veel mensen denken dat ik dat met Photoshop doe of met een zwarte kaart. Maar dat is de instelling van de camera in combinatie met het licht, met het fotograferen. Het is redelijk puur dus. Puur beeld. Puur. Kap, bijzonder. Dus wat er heel plat, wat er donker is, wil ik ook graag donker houden. Dus ik zorg ook altijd dat met elke tulp helemaal mijn belichting ook open trek om te kijken of er nog wel gekke spotjes op de achtergrond in beeld komen. Want de sensoren van camera's vandaag de dag zijn zo goed dat die pikken een beetje zonlicht op een bloem erachter ook op. En ik wil wel het beeld houden wat ik als eindresultaat ook geschoten heb. Dus soms zorg ik in ieder geval dat in ieder geval donker genoeg is, dat het ook zwart blijft. Nee. Mooi, dankjewel. We hebben een beetje inzicht gekregen in de ontstaande geschiedenis van dit geweldige afbeelding. Overigens, deze zijn allemaal te koop, zoals al het werk hier. De foto's die zijn in verschillende formaten te koop. Elke afbeelding die je hier ziet kun je in groot en klein krijgen. De prijs is aan de hand van de grootte van de schilderijen. En deze hebben in totaal 18 prints, afdrukken, oplagen van 18. Dus één beeld heeft standaard maximaal 25. Ja. Oplaag van 25, de kleine dus. Maat 18 en de groot formaat 7. Oké, dan, dankjewel. Nou, we hebben toch wel vier kandidaten hier, of niet? Mag ik het een groot applaus en de dank voor dat jullie hier willen komen. En Tessie. We zien op. Nee, dat niet, maar ja. We hebben gewacht op de zon scheen. Ja. Oh, wacht op de zon. Nou, dan zullen we zeggen dat het zonnetje binnenkomt. Ja. Dan blijven we nog even hier van de mijn af. Tessie, je bent dan de laatste waarvan ik iets mag zeggen. Tessie kwam ik ook tegen, net zoals Linda, in de Art Fair in Eindhoven en in Wapenfair in Tilburg. Ik liep daar voorbij en ik zag deze werken van haar. En ik was meteen zeer geboeid. En in de gesprekken met man en vrouw, nou zeg ik het wel, want had ik meteen een klik. Ik voelde meteen, wauw. Wat kan die schilder? En toen ik vertelde waar ik vandaan kwam, wat ik wilde, en wilde je uitnodigen om hier te exposeren, waren jullie heel enthousiast. Tot op het moment dat jullie hier naartoe kwamen, nog steeds. Toen die grote ruimte zag, zei je, wauw. Ja. Ook is, Tessie iemand die van kind af aan met kunst bezig is geweest. Je hebt een tekenakte gehaald, geloof ik, als ik het goed heb, in België. Een onderwijsakte. Ja, zeker. Dat heb je een tijdje gedaan. Ja. En toen heb je een prachtig huis gebouwd, maar goed, dat is wat anders. en toen ben je weer driftig aan het werk gegaan. Ja. Enorme productie.
reizen net zoals Cor niet de hele wereld over, maar wel Europa over. Komen dus in heel veel plaatsen. En ja, toen ze hier kwam en deze ruimte zag, en ondanks dat je op veel plaatsen komt, deze ruimte ja, ons trots maakte dat jij zegt, wauw, wat is dit mooi hier, terwijl je zoveel gezien en gedaan hebt. Ja, wat kan ik verder van Tessie zeggen? Tessie maakt het werk zo van, ik begin en dan is het wegkijken, op zijn Belgisch gezegd, wegkijken en weer werken en wegkijken. Net zoals Lucien dat ook precies hetzelfde. Afstand nemen en weer werken. En dan heb je prachtige creaties, je werkt met acryl. En je werkt daar met allerlei andere materialen doorheen, potlood, pastel, weet ik veel. Ja, van alles. En je krast heel veel op je doeken. Ja. Heb je ook die grafische opleiding gehad? Ja, ik heb ook een grafische opleiding gehad. Ja. Daar ja, heb je het krassen geleerd. Ja, inderdaad. Dat, ja. Nou, ik kan alleen maar zeggen, die boeken die daar liggen, die zijn van Tessa. Die zijn in buitenlandse taal. Omdat zij is onder andere een prachtige award gewonnen, Women's Art Award in Parijs. Wanneer was dat? Vorig jaar in april. Vorig jaar in april in Parijs. Uitnodiging voor de Biennale in Venetië. Ja. Wanneer was dat? Dat was in, ja, ook juli, augustus. Ja. En dan nog eentje in Rome. En dan nog eentje in Rome. In... En in Uden natuurlijk. Ja. En nu hier, ja. Ja. Nou, ik vind wel... voorstellen dat wij ontzettend trots en blij zijn dat jullie allemaal hier zijn. En daar gaan we op denken, op een succesvolle tentoonstelling. Dank u wel. Mag ik de vier exposanten even hier hebben, want ik moet even een fotootje maken. Voor de laatste kranten van Ank, waar is Ank? Waar doe ik, waar wil je staan? Waar pak ik op een waar wil je staan? Ja. Ja, in een licht zo goed. Zo zie je het makkelijk. Ik zeg voor precies voor jullie, ja. Mag ik jullie allemaal iets zeggen?